vandaag in Rotterdam bij John Groeneweg, tuinarchitect. Dat doet hij al 30 jaar en hij ontwerpt niet alleen de tuinen, hij legt ze ook aan samen met zijn 7 werknemers. Nou, hij heeft ontzettend zijn best gedaan, ook op zijn woning, zo te zien. Ik ga even snel kijken. Hey Faya, goedemorgen. Hey. Goedemorgen, hallo. Leuk dat je er bent. Ja, leuk. Het is een ontzettend mooie plek hier. Ja, leuk hè? Ja. Dit is mijn atelier. En hier aan deze tafel heb ik al een hoop leuke ontwerpen gemaakt. Dus hier ontvangt u ook de gasten? Niet altijd. Ze zijn wel welkom. Maar ook, dat is het leuke van mijn bedrijf. Ik ga naar de mensen toe. En dan bekijk ik hun tuin en hoor ik hun wensen aan. Van willen ze wel of geen gezond hebben? Wat voor soort tegels willen ze? Willen ze ronde of rechte vormen? Willen ze een zwembad? Ook dat gebeurt nog regelmatig. Dat gebeurt wel eens, dat is wat grappiger. En dan hoor ik ze goed uit. En dan maak ik een ontwerp zoals hier ongeveer. En dan bespreek ik dat in het tweede gesprek. En daarnaast maak ik ook gelijk een hele goede kostenbegroting. Wat zo'n tuin dan gaat kosten. Nou, ik ben helemaal verpletterd. Ja, het is gezellig hè, hier. Ja. 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 Maar ik ben heel erg nieuwsgierig naar jullie tuin. Nou, dan gaan we naar mijn tuin kijken. Leuk, doen we. Okay. Zo, pas op. Het kan glad zijn. Wauw. Nou, zo is hij ook niet fijn. Leuk, hè? Echt heel mooi. Ja. Nou, dit is een beetje een experimentele tuin altijd. Want ik verander mijn tuin om de 2 jaar om toch bepaalde dingen weer te proberen en uit te vinden. En nou, dan is dit het resultaat van dit jaar eigenlijk weer. Nou, wel een werk, maar dan heb je ook wat. Je poolparty kan beginnen. Met een stijlvolle jacuzzi of zwembad en een prachtig aangelegde tuin heb je ineens wel heel erg veel vrienden. Een jacuzzi in het tuin. Lekker hè? Ja, dat is echt fantastisch. Zitten. Je wilt niet geloven, we zitten elke avond in. Oh, heerlijk. En het leuke is natuurlijk een beetje een dakje boven. Je zit toch buiten. Ja. En heerlijk relaxen, ja. Nou, zo zou ik ook wel willen. Wil je er echt eentje hebben? Ja. Gaan we die noteren, ja. Ja, echt mooi. Ja. Nou, dit is ook echt een prachtige tuin. Dat is mooi, hè? Ja. En dan te bedenken dat hij vorig jaar juni helemaal leeg was. Er stonden alleen maar 4 grote bomen in en de rest niets. En nou, dus we hebben er volle planten ingezet, grote planten. Dus hij is helemaal afgeplant, lekker privy. En? De olijfboom weer. De olijfboom weer, ja. In een lekkere bak, ja. Mooi hoor. Leuk, hè? Ja, wat me opvalt in deze tuin is dat er zoveel verschillende materialen zijn. Dat is hout, tegels, mooie vijver en ook die mooie tafels. Ja. Zeker. Hebben jullie ook een winkel, een soort tuincentrum? Nee, geen tuincentrum. Wat ik wel heb is een hele grote opslag. En er staan al die materialen, die staan er. Mensen kunnen kiezen uit tegels, klinkers, tuinmeubelen en noem maar op. En dat is niet geschikt voor particuliere verkoop. Dat gebruik ik alleen voor mijn klanten. Ja. Dus dat is heel praktisch. Ik kom met mijn ontwerp. En als het ontwerp leuk is, dan gaan we materiaal uitzoeken. Wat ik me nou afvraag, hè? Ja. Dit werk doe je al 30 jaar. 30 jaar, klopt, ja. Is er misschien nog een tuin waar we even zouden kunnen kijken van 30 jaar geleden? Toen u net begon. Ja, gaan we doen. Leuk. Ja? Ja, zeker. Oh, dat is leuk. Ja, heel leuk. Ja. Nou, wat geweldig. Dit lijkt gewoon net een park. Ja, hè? Lekker groen, hè? Ja, en lekker zo'n grasveld. Heerlijk. Zo ja. Lekker op liggen. Nou, dat is dus echt een tuin zoals we die 30 jaar geleden maakten. Veel groenblijvende planten zie je ook. Ja, dus als ik het goed begrepen heb, kan ik een afspraak met je maken. Kom je lekker bij me thuis, een beetje naar de inrichting kijken. Maak je een vrijblijvend tuinontwerp en een prijsopgave? Ja. Kan ik de stenen, tegels, planten, bomen, zwembad allemaal zelf uitzoeken? Helemaal, ja. En dan kom je met je mensen mijn tuin binnen een bepaalde tijd aanleggen? Ja, maken we een afspraak en een gemiddelde wachttijd van 6-7 weken. En dan beginnen we. En dat is ook nog wel belangrijk om te weten. Zodra we beginnen in de tuin, dan gaan we niet tussendoor wat anders doen. Nee, we beginnen en dan in die week of de week erop, maar gelang de tuin groot is, maken we het helemaal af. Nou, makkelijk is dat niet. Geweldig, dus je zit al 2 weken aan het verrassen. Ja,